Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde net de heer Sjoerdsma over mensenrechten. Ja. Maar niet per se over de mensenrechten van de vrouwen in Iran, waar die mevrouw Kaag, partijgenoot van de heer Sjoerdsma, destijds minister van Buitenlandse Zaken, vertrapte toen zij met een hoofddoek op eigenlijk die vrouwen daar vernederde. Is de heer Sjoerdsma het met mij eens dat bewindslieden in de toekomst geen hoofddoek meer moeten dragen? Voorzitter, als zij Nederlands vertegenwoordigen in het buitenland. Voorzitter, dit is wat de PVV echt al heel lang zegt. Dit besmeuren van een minister van Buitenlandse Zaken die in Iran was. Met als doel op te komen voor diegenen die lijden onder de verschrikkelijke mensenrechten situatie in Iran. De enige gelegenheid waarin zij dat zou kunnen doen namens het Nederlandse kabinet als minister van Buitenlandse Zaken in functie was op die wijze. En als, toen zij gesteld werd voor de keuze, ga ik opkomen voor die mensen die mijn stem nodig hebben? Ga ik opkomen voor de mensen die die druk van buitenaf nodig hebben of niet? Ga ik me daarvoor een klein beetje een knieval maken door het hoofddoekje op te doen? Voor het grotere goed heeft zij besloten dat te doen. Daar kan de heer Maukers over van vinden wat hij vindt. Maar ik heb respect voor die keuze. Het was een keuze die goed was voor al die mensen die nu hun hoofddoekje af willen doen omdat ze in vrijheid willen leven. Ja. Het is natuurlijk precies andersom. Hè? Dus we zijn het wel met elkaar eens, hoor ik, dat het een knieval was. De heer Sjoerdsma noemt het een kleine knieval. Maar ik, noem het een grote buiging voor het juk van de islam. En al die vrouwen in Iran die van die hoofddoek af willen, maar worden gefolterd door de revolutionaire garde daar en de andere veiligheidsdiensten. En die op straat half dood worden geslagen of in de gevangenis worden gezet omdat zij een hoofddoek afdoen. Die zien een minister van een land als Nederland, dat eigenlijk het land bekend staat om vrijheid, en die zien dan die hoofddoek op. En dan worden ze natuurlijk helemaal niet gesterkt in hun strijd. Ja, voorzitter, interessant genoeg zijn mensenrechtenactivisten in Iran dat volstrekt met de heer Marcus zouden oneens. En dat heeft ook alles te maken met het feit dat de wijze waarop de PVV opkomt voor vrouwenrechten wereldwijd op geen enkele manier gericht is op vrouwen. De PVV komt niet op voor de rechten van de vrouwen. De PVV staat niet voor vrouwenrechten. De PVV gebruikt dit enkel vaak als een dekmantel of als een stoplap om andere dingen aan de kaart te stellen. Dus ik zou tegen de heer Marcus zouden willen zeggen, als u echt opkomt voor die vrouwenrechten, waar zijn eigenlijk al die voorstellen van u? Want het was D66 in deze Kamer die vroeg om een veroordeling. Het was D66 in deze Kamer die ervoor zorgde dat er sancties kwamen in Europees verband. Niet de PVV. Niet de PVV. Die hadden een tweetje hier of daar. Die vonden het een mooi ding om binnenlands iemand politiek door het slijk te halen. Maar opkomen voor vrouwenrecht? Nee, dat wilde de PVV eigenlijk niet. Nou, ons voorstel is dus concreet op buitenlandse zaken dat bewindslieden, zoals mevrouw Kaag, niet meer hoofddoeken aandoen als zij Nederlands tegenwoordig in het buitenland. En die hoofddoek af, wat wij ook in Nederland willen, dat is natuurlijk een enorme bevrijder van de vrouwen. Want die hoofddoek, die tooit vrouwen en die laat ze in dat juk van die islam, wat zeer vrouwenvriendelijk is, gevangen houden. En wij willen juist die hoofddoek, wij willen juist die vrouwen daarvan bevrijden. En de heer Sjoerdsma en D66 helpt ons daar niet bij. Die maken knievallen, zijn eigen woorden, knievallen voor het gevaarlijke, dictatoriale, kwaadaardige Iraanse regime. Voorzitter, de vrouwen in Iran die strijden voor hun vrijheid worden geconfronteerd. Niet alleen met intimidatie, met geweld, met de dood en nu vanuit het Iraanse parlement met de dreiging van de doodstraf. Waar denkt u dat deze vrouwen om roepen? Om deze binnenlandse symboolpolitiek van de heer Markussauer? Ik maak me niet veel zorgen of deze minister straks een hoofddoekje op moet of niet. Of denkt u, meneer Markussauer, dat ze vragen om sancties, om veroordelingen, om druk, om iets wat hun situatie in het land echt verbeterd. Ja. Ik weet het wel, meneer Markussauer, dat zijn niet uw voorstellen. Het zijn de voorstellen van D66. Ja, de heer Brekelmans. Ja, ik heb een oprecht.